Ondernemersprijs, de genomineerden zijn bekendgemaakt. Daar gaat natuurlijk nogal het een en ander aan vooraf. Hoe verloopt zo'n procedure? Ja, dat mag je wel zeggen. Dat gaat inderdaad al vroeg en er veel van aan vooraf. Als de ondernemersprijs in november gevierd wordt, heel lang in de Schouwburg, binnenkort bij Ebbe, dan zijn we eigenlijk 4 weken daarna start al de voorbereiding voor de prijs van het volgende jaar. Dan worden de banken, de accountskantoren, de administratiekantoren en alle ondernemersnetwerken in onze regio Land van Kuik en Noord-Limburg worden benaderd middels een brief of men in hun ledenbestand of daar vlakbij of ze ondernemers hebben die waar ze eigenlijk van vinden die zouden het waard zijn om genomineerd te worden. Nou, dan krijgen wij daar gemiddeld ongeveer 15 tot 20 reacties. Ondernemers waarvan de accountant of de bank of het ondernemersnetwerk vindt, nou dat is een goede ondernemer, die zou het wel verdienen om genomineerd te worden. Die worden verzameld en dan hebben wij met de selectiecommissie, en dat zijn 15 mensen uit de volledige regio, van Graven tot aan tot en met Bergen is dat dan geloof ik, hè? Komen wij bij elkaar en ik mag dat groepje dan leiden en dan worden al die kandidaten besproken. Maar die kandidaten worden zo besproken, er is iemand, een bank of een accountant of een netwerk, die heeft die aangedragen. En dan komt namens die aangedragen partij komt iemand die ondernemer voorstelt. Dus de ondernemer weet daar niets van. Wordt toegelicht, er worden vragen gesteld. Nou, en vervolgens worden al die kandidaten besproken. Daar gaan minimaal 2 bijeenkomsten, soms 3 bijeenkomsten gaat er overheen. Er wordt veel tijd voor uitgetrokken. En dan de selectiecommissie aan de hand van de informatie die vergaard is, die gaan op een gegeven moment rapportcijfers geven. Nou, aan de hand van die rapportcijfers komt daar een lijstje uit van een aantal kandidaten. En de kandidaten die bij de eerste 3 staan, dat zijn dan in feite de kandidaten die wij dan over willen gaan dragen aan de jury. Maar voordat dat gebeurt, gaan we eerst de cijfers kijken bij de Kamer van Koophandel, van ja, kom ik daar geen verrassingen tegen? Nou, als wij dan zien als selectiecommissie dat wij geen verrassingen tegenkomen. Wat bedoelt u met verrassingen? Stel dat de ondernemer er financieel niet zo goed voor staat, dan gaan we die niet overdragen. Dan zeggen we nou, moet misschien 1 jaar wachten of 2 jaar wachten, of maar dan hebben wij altijd nummer 4, 5 en 6. Dus zou nummer 2 als het ware er nog niet doorheen kunnen, dan hebben wij altijd aan de selectiecommissie gevraagd, mogen wij dan nummer 4 gaan overdragen aan de jury? Nou, dat gebeurt dan. Dan gaan we die kandidaten, gaan we de jury uitnodigen. En vervolgens wordt met de jury, dat zijn 3 onafhankelijke juryleden en de winnaar van het voorgaande jaar. In dit geval was dat dit jaar Stefan Hamers uit Beugen. Die zijn erbij en daar gaan wij die informatie die gaan wij delen met de jury. De jury is volledig geïnformeerd, de cijfers zijn gedeeld. En vervolgens gaan we daarmee in gesprek van die en die informatie hebben wij. Wilt u als jury deze kandidaten overnemen? En dan gaan ze het juryproces in. Nou, dan zitten we ongeveer in begin april. Vanaf april worden afspraken gemaakt met de ondernemers die dus genomineerd zijn. En die worden bezocht. Maar als de jury geaccepteerd heeft, dan gaan wij op dat moment pas voor het eerst de kandidaten benaderen. Want die weten daar nog niks van. Dus die gaan wij een verrassing brengen, want ze weten niet waarom we komen. En dan gaan we ze uitnodigen om mee te doen aan de ondernemersprijs, omdat ze genomineerd zijn. Nou, daar krijgen wij bijna altijd een ja met een grote glimlach op, want dat vinden ze leuk om daar mee te doen. Het podium is altijd wel een beetje spannend, dat moet ik erbij zeggen, maar dat vinden ze leuk. En dan gaat de jury daarmee in de slag, dan gaat de jury op bezoek bij het bedrijf, gaat bij de ondernemer op bezoek, heeft al veel informatie en gaat bij de ondernemer op bezoek. Om eens te gaan kijken, wie tref ik aan? Die gaan heel veel vragen stellen, die vragen informatie op. En als ze 3 bezoeken hebben afgelegd, gaat de jury in beraad met elkaar. Nou, op basis van de voorinformatie, op basis van het bezoek aan de ondernemer. Wie vinden wij nou de beste kandidaat? Ja. Nou, en die wordt uiteindelijk in november wordt die gepresenteerd als de winnaar. Ja. U wilt eigenlijk zeggen, wij doen dat, twijfel ik natuurlijk niet aan, wij doen dat heel integer. Er wordt veel over gecommuniceerd, ja. En je hebt het niet zomaar. Nee, zeker niet. Want kijk,
Het begint al erbij dat de aandrager, een accountant of een bank, die gaat niet zomaar iets aandragen. Wat voor een ondernemersnetwerk wat lastiger is, die kennen geen cijfers. Maar een bank kent cijfers van de ondernemer. Een accountant of een administrator kent de cijfers. Dus die gaat echt geen ondernemer aandragen die er financieel nog niet zo goed voor staat. Die zorgt voor... Dus die dragen ze ook met enige trots dragen ze die voor, omdat ze een hele leuke klant vinden en een hele leuke ondernemer. Het is alweer 2 jaar geleden, Stefan Hamers, dat jij de uitverkorene werd bij de Ondernemersprijs. Kun jij nog even voor de kijkers vertellen van dat is mijn job? Ja, dat kan ik zeker. Wij renoveren riolering, dat is eigenlijk het kunstje waar wij redelijk goed in zijn. Dus we maken in de bestaande leiding een nieuwe leiding, zonder te graven. En aan het eind van de dag is het riool weer gewoon gebruiksklaar. Dat is eigenlijk wat wij in hoofdmoot doen. De prijs was 2 jaar geleden voor jou en toen? Gewoon verder gegaan, maar wij zitten landelijk. Het is wel een heel mooi evenement. We zijn al ook nog heel vaak aan terugdenken van, het is wel echt gaaf. Je hebt natuurlijk ontzettend veel reacties gehad. Uiteraard, ja. Ja. We hadden natuurlijk de publieksprijs gewonnen en de juryprijs. Dat was hartstikke leuk. Ja. En met name de avond in Kuik in de Schouwburg, dat was toch wel een hele mooie afsluiting van het proces om zeg maar daar te gaan winnen. Ja. Je had succes. Het succes is gebleven. Ik bedoel in die zin met je werk. Uiteraard. We hebben nog steeds druk. Ja. Wat iedereen denk ik op dit moment heeft, toch ook wel weer de bekende problemen. In de zin van materiaal, grondstoffen, waar we mee te maken hebben. En uiteraard ook het vinden van de juiste mensen nog. Ja. Want je wil natuurlijk je service aan je klanten blijven garanderen. Dus dat betekent dat je af en toe toch een klein beetje moet groeien. Is dat hinderlijk geweest? Je had succes met deze prijs, maar later werd het allemaal een beetje moeilijk maatschappelijk gezien dan met het werk? Hè? Nee, dat niet. We hebben het eigenlijk constant druk gehouden. Ook in de coronatijd. Want wij doen natuurlijk iets wat in principe niet conjunctuurgevoelig is of wat dan ook. Het heeft er meer mee te maken dat wij eigenlijk in het reguliere onderhoud het in stand houden van rioolstelsels. Daar zijn wij druk mee. Ja. En dat werk dat blijft. Of het nou economisch goed gaat of slecht, het riool is aan slijtage onderhevig. Dus er moet altijd in geïnvesteerd worden. Ja. Zelfs in wegen zullen we moeten blijven investeren. Ja. Ik zie en ik hoor jou zeggen, ik was echt wel blij met die prijs. Je zou kunnen zeggen van tegen anderen, doe wat in je bedrijf. En misschien kom je ook in aanmerking, want het is de moeite waard. Ja, dat is zeker de moeite waard. Ja, ja, zonder meer. Goed. Zonder meer. Dankjewel. Graag gedaan. Bedankt. Dames en heren, goedemiddag. Welkom bij een bijzondere bijeenkomst van de Ondernemersprijs Land van Kuik en Noord-Limburg. Vandaag gaan wij de kandidaten, prijswinnaars van de Ondernemersprijs 2021 bekendmaken. En mijn naam is Martin van Kollenburg en het is mij een eer om namens het bestuur en de organisatie van de Ondernemersprijs dit voor u vandaag te mogen begeleiden. Goed, de Ondernemersprijs, al 25 jaar een monument in deze regio. Al 25 jaar wordt jaarlijks de Ondernemersprijs georganiseerd. Waarom doen we dat? Omdat wij vinden dat een ondernemer de keystone is, het belangrijkste is voor een economisch welgestelde regio zoals dat Land van Kuik is. Bij onze ondernemers koop je de spullen, bij onze ondernemers ga je voor een dienst of een service, of bij onze ondernemers ga je werken. Dus een goede ondernemer is het belangrijkste om het economisch klimaat in de regio verder te doen ontwikkelen. En daarom wil ook de Ondernemersprijs deze ondernemers in het zonlicht zetten. Dat doen we dus al 25 jaar. En helaas bestonden we eigenlijk vorig jaar 25 jaar. Maar u weet het, als gevolg van corona hebben we dat een jaar moeten uitstellen. Aan de ene kant was dat ook een geluk bij een ongeluk. Want dan konden wij als bestuur nog eens even goed denken, hoe gaan wij die 25 jaar vieren? En we hebben een aantal dingen veranderd. We gaan bijvoorbeeld niet meer naar de Schouwburg op 4 november.
Maar we gaan naar Ebben in Spirium, waar we in een hele andere opzet een heel andere ondernemersprijsavond hebben dan in de afgelopen jaren. Ik zou dan ook zeggen, schrijf alvast 4 november op in de agenda, want u moet erbij zijn. Andere verandering die we door hebben gevoerd dit jaar is dat we ons focussen op jongeren. We zien in deze regio bij heel veel ondernemersverenigingen vooral dezelfde hoofden, dezelfde mensen. En we zien er verdorie weinig jongere ondernemers. En dat is wat we graag meer naar voren brengen. De directeur van de Rabobank zei een tijd geleden tegen ons, er zitten bij mij 250 jongeren die bij mij bankieren. Ik zeg, waar zijn die dan in de regio? Die zijn niet zichtbaar. Nou, we hebben dus nu voor elkaar gekregen om jongeren te selecteren. En jongeren gaan we dus ook op de bühne zetten. En met jongeren en oud gaan we combineren dit jaar. Wat ik al zei, 25 jaar. En als laatste opmerking, voordat wij de genomineerden bekend gaan maken, wil ik alle sponsors en ambassadeurs bedanken voor hun tomeloze inzet en inbreng van financiële middelen. Want dit evenement draait volledig op sponsors en financiën van buitenaf. Waarvoor hartelijk dank. Zonder jullie hadden we hier nu niet gestaan. Oké, dan gaan we nu naar de genomineerden voor de ondernemersprijs Land van Kuiken Noord-Limburg 2021. En als eerste genomineerde wil ik graag vragen Wout Zeuren. Wout, goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Wout, fijn dat je er bent. Ja. Vertel eens even wat over jezelf. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Wout Zeuren, 24 jaar. Nu sinds een aantal jaar met mijn broertje een bedrijf begonnen in de accurevisie. Wij doen fietsaccu's reviseren. Dat houdt dus eigenlijk in. Hier in Beugen, hè? Ja, dat doen we hier in Beugen. Dat houdt dus eigenlijk in dat wij een bestaande accu pakken. Die kijken wij na. En even simpel gezegd, je haalt het oude accupakket eruit. En dan zetten we een nieuw accupakket weer in, die wij zelf op maat gemaakt hebben. Dat klinkt heel simpel, Wout. Maar met hoeveel mensen werk je dat nu ondertussen? Nu ondertussen met 50 man. Dus eigenlijk een hele hoop man op de front office, in de productie. En nu ook steeds meer op de ontwikkeling, omdat er toch heel veel communicatie in zit. Het is niet meer een domme accu die gewoon plus en min heeft. Er komt steeds meer bij kijken, zeg maar. U ziet het, dames en heren, de eerste jonge ondernemer, 50 man in dienst, bezig met accu's, economische ontwikkeling van de regio. Wout, hartstikke bedankt. Ik kom zo meteen nog met een andere vraag bij je terug, maar dat weet je. Dank je wel. Dan roep ik nu op de tweede genomineerde, Marloes Kepser. Dag Marloes, goedemiddag. Fijn dat je er bent. Gefeliciteerd. Dankjewel. Vertel eens even aan het publiek, wie ben je en wat doe je? Ik ben Marloes Kepser, de directeur-eigenaar van Kepser en wij zijn toeleverancier in de metaal. Druk, veel, wat voor metaal? Alles uit, we kunnen eigenlijk alles maken uit aluminium, staal en RVS. Van losse componenten tot aan compleet geassembleerde machines. En hoeveel mensen heb je in dienst? We zijn op dit moment met 75 man. En je hebt destijds het bedrijf overgenomen samen met je broer van je vader? Ja, dat klopt. En dat loopt nog steeds als een speer of nog beter? Nee, het loopt nog steeds als een speer. Nou, fijn. Ja. Oké, okay. Dames en heren, Marloes Kepser, tweede kandidaat ondernemersprijs. Ik kom zo meteen nog met de andere vraag, Marloes. Dankjewel. En dan nu de derde kandidaat, Arno van Langveld. En ik noem jullie steeds kandidaten, maar het zijn natuurlijk de genomineerden. Arno, welkom. Dankjewel. Vertel eens even, wie ben je en wat doe je? Ik ben Arno van Langveld, oprichter van AVL Motion in Westerbeek. En wij maken autonome selectieve oogstoplossingen. Oogstoplossingen? Yes, dus in principe alles wat op dit moment met de hand wordt geoogst, selectief, dat denken wij met de machine te kunnen maken. Heb je een concreet voorbeeld van iets wat nu met de hand gedaan wordt waar op jij een perfecte oplossing hebt? De witte asperges, daar kunnen wij op dit moment met een oogstrobot. Dus in plaats van dat dat helemaal met de hand gebeurt, gaat dat dadelijk automatisch en dan komen ze in een kratje netjes op een pallet in de juiste maat? Ja, op lengte. En dat doe je in? Dat doen wij in Westerbeek.
Met hoeveel mensen? We zijn met een clubje van 17 personen op dit moment. 17 personen. Yes. Dames en heren, u ziet het. Drie jonge ondernemers dit jaar op het podium als genomineerden voor de ondernemersprijs. Mag ik jullie alle drie nog even vragen hier naar voren te komen? Want dan heb ik natuurlijk nog een andere vraag voordat we afsluiten. Marloes, waarom denk jij dat jij de ondernemersprijs zou moeten winnen? Wat maakt jou uniek als ondernemer? Betrokkenheid in de regio, ja. Het mooie familiebedrijf, het samen willen doen binnen ons bedrijf, maar ook buiten ons bedrijf. En hoogwaardige techniek? Ja, hoogwaardige techniek, techniek sowieso, maakbedrijf, ja. Heel actief met onderwijs ook? Ja, samen met de vakopleiding techniek ook techniek een plek bieden, kinderen kennis maken met techniek, dat ze te enthousiasmeren voor een vak in de techniek. Dus, keurig. Ja. Nou, volgens mij voldoende reden. Wout, ja. Waarom zou jij de prijs moeten winnen? Ik denk omdat we toch in een hele korte tijd van 0 tot 50 man zijn gekomen. En nu eigenlijk wel kunnen zeggen dat wij een beetje marktleider zijn op het gebied wat wij doen. Want jouw markt is heel Nederland? Of? Nederland, België, Duitsland en steeds meer omringende landen komen er steeds meer bij. Dus, en waarom zijn er dan zoveel mensen die jullie bedrijf niet kennen, Wout? Er zijn ook heel veel die ons wel kennen, maar okay. Dat gaat gewoon, het gaat gewoon heel hard. Dus dat is alleen maar leuk en daar hou ik me ook bezig. En dus, hoeveel fietsen doen jullie per week? Nu zitten we ongeveer op 300 accu's per week. En dan hebben we ook nog scooteraccu's. Voor elektrische auto's komen er ook steeds meer bij. Dus eigenlijk van alles wel wat. Volgens mij ook een hele goede reden om mogelijk winnaar te worden. Ja. Arno, waarom zou jij de ondernemersprijs moeten winnen? Omdat ik niet bang ben om vanaf de grond te varen een bedrijf op te bouwen. Om daarmee als uitgangspunt eigenlijk een probleem van een andere sector op te lossen. En dat is eigenlijk het personeelsprobleem. Het personeelsprobleem bij het oogsten? Ja. Wie zijn jouw klanten eigenlijk? Zijn dat de boeren die oogsten of zit daar nog een tussenhandel in? Ja, we hebben meerdere doelgroepen natuurlijk. Maar we bouwen in principe de machine specifiek voor de klant. Maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld de loonwerker voor een boer zou gaan werken. Dus binnenkort worden alle oogstactiviteiten en asperges in de regio allemaal met machines van jou uit de grond gehaald en gesneden en op hele korte geschild. Termijn. Op hele korte termijn zelfs. Volgens mij ook een hele goede reden. Dames en heren, nog even een applaus voor de genomineerden van de ondernemersprijs. Dankjewel. Nog even een paar zinnen voordat ik ga afsluiten. 4 november zijn we dus bij Inspirium in Kuik actief voor de ondernemersavond. Waar kennis en beleving centraal staat. Een hele andere opzet dan wat we voorheen deden in de Schouwburg. Zorg dat u erbij bent. En hartelijk bedankt voor het kijken en het luisteren. En tot 4 november. Dank jullie wel. Heel goed. Vindt u het ook zo hartverwarmend zoals die drie kandidaten deze leeftijd al zo'n succes hebben? Ja, ik vind dat geweldig om te zien. Eén vind ik het ondernemerschap leuk. En ik vind het geweldig om te zien dat er juist hier in onze regio dat er ondernemers zijn die het oppakken, de schouders eronder zetten en iets innovatiefs doen. Of het nou is in de accu, dat is tegenwoordig modern, brandstof moet eruit, alles moet elektrisch. Of dat nou is de besparing van arbeidskosten, doordat je een aspergeoogmachine aan het ontwikkelen bent waar heel veel geld in gaat zitten. Of in dit geval bij Capser, dat je een bedrijf overneemt van je vader, waar je plotsklaps voor komt te staan en dat je dat als jonge ondernemer verder moet ontwikkelen, vind ik fantastisch om te zien. Dankjewel. Graag gedaan.